Goedemorgen allemaal. Esther Groenewegen hier. Nou, ik was net ook al even online. En toen had ik ook uitgelegd en mijn excuses gegeven dat ik er gisteren om 10 uur niet kon zijn. En dit was de reden. Succesroute. Het is zo moeilijk om dat tegen elkaar zo. Hier was ik dus gisteren. Een training van Hugo Bakker en Jan Everts. Echt een geweldige community om daar onderdeel van te zijn. Maar toen kon ik dus helaas niet mijn Facebook live doen gisteren om 10 uur. Dus het spijt me echt heel erg. Ik las al dat er verschillende mensen aan het wachten waren. Dus Desiree ook onder andere. Sorry Desiree dat ik er niet was. Ik hoop het vandaag met jullie goed te maken. Het is nu 10 uur zaterdag. En wie weet is het dan een veel makkelijkere tijd voor iedereen. Ik gebruik altijd vrijdag om 10 uur om een uur lang jouw vragen te beantwoorden over vroegkindelijk trauma en hechtingsproblemen. En ik heb inmiddels alweer een aantal vragen binnengekregen. Dus ik ga eens even kijken of ik daaraan kan beginnen. En dan komen langzamerhand komen alle kijkers binnen. En het is leuk als je even een icoontje stuurt of een emoji. Of op een of andere manier in die rechterbalk terechtkomt. Want nu zie ik alleen maar de mensen binnenkomen, maar ik weet dan nog niet wie het zijn. Dus als je bijvoorbeeld hallo zegt of goedemorgen, dan kom je volgens mij in die chatbalk. En dan weet ik tegen wie ik aan het praten ben. Nou, misschien kan je de uitzending vandaag niet bekijken, maar heb je wel vragen? Dus dan kan je gewoon even je vraag intoetsen en dan begin je gewoon lekker met je zaterdag. Hey Bastienne, jij was er net ook bij. Goedemorgen. En dus ja, als jij je vraag hier stelt en dan bijvoorbeeld naar hockey of voetbal trainen moet, alhoewel de voetbal is volgens mij bijna overal afgelast, want het sneeuwt hier in Rotterdam. Voetbalwedstrijd van mijn zoon is in ieder geval afgelast. Maar dan kun je hem altijd nog later terugkijken. Ook zie je nu mensen binnenkomen. Hallo Nancy. En Bastien, goedemorgen. Ja, goedemorgen terug. Dus ja, dan ga ik langzamerhand, als de mensen een beetje binnendruppelen, ga ik de vragen beantwoorden. Maar de vragen die live gesteld worden, ja, die vind ik natuurlijk ook heel fijn om die dan gelijk te beantwoorden. Maar deze zijn vanochtend gesteld naar aanleiding van mijn eerste video. Goedemorgen Nancy, dankjewel. Ik ga eens even kijken waar ik ga beginnen. Nou, als eerste wil ik ook even iets met jullie delen. Als echt er niet vanzelf gaat, heb ik nu denk ik 2, 3 jaar geleden langzamerhand opgebouwd. En ik doe dat dus allemaal alleen. Dus alle trainingen rondom mijn bedrijf en mijn community. Maar ook het bedrijf zelf, ook het blog en de website en social media. En dat werd me gewoon op een gegeven moment te veel. En ik begon het steeds minder leuk te vinden. En nou, zoals ik al eerder zei, succesroute, waar ik heel veel trainingen doe. Dat is van Jan en Hugo. En ik zag dat zij het ook samen deden. En toen dacht ik, volgens mij is dat hartstikke fijn als ik het gewoon niet meer alleen hoef te doen. Nou, heb ik iemand gevonden. Barbara Polak. Goedemorgen allemaal. Hallo Esther. Oh, ik heb je gisteren niet goed kunnen spreken. Goedemorgen. Wat leuk dat je even kijkt. Ja, dan ben ik mijn verhaal weer kwijt. Ik zag Jan en Hugo gisteren zo heerlijk samen de training neerzetten. En ik zag dat ze ook al op social media bezig waren. Dus ik dacht, hoe fijn is het als ik het niet meer alleen hoef te doen. Dus hartjes zijn ook altijd welkom, dankjewel. Goedemorgen. Nou, ik zie nu allemaal mensen binnenkomen. Wat leuk dat jullie allemaal kijken. Dus ik heb eigenlijk nu iemand ontmoet. Waar ik een enorme klik mee heb. En haar naam is Barbara Polak. Zij is zelf ook ouder van een zoon met de hechtingsproblematiek. En wat zo mooi is aan ons is dat we, dat denken we dus, hè, dat we samen kunnen werken. Maar dat we ook ieder onze eigen expertise hebben. Zij heeft trainingen gedaan om meer de counseling kant op te gaan. Dus meer het helpen van de ouders. Waar ik meer zit op tools, tips en methodes voor hechtingsproblematiek zelf. Dus wij denken samen dat het echt een hele goede... Jee, ik zie allemaal duimpjes voorbij komen. Wij denken zelf dat het een hele goede samenwerking is. Je zult binnenkort meer van ons horen. We moeten nog heel erg zoeken van ja, wat voelt goed en wat voelt niet goed. Wat voelt voor haar goed en voor mij. Maar ik heb echt het gevoel dat ik het nou niet meer alleen hoef te doen. Dus dat is even nieuws vanuit onze kant. En wat we ook hebben bedacht... Ik zie allemaal emoties voorbij komen... wat we ook hebben bedacht is om de monster in de klas en de monster in huis trainingen weer te gaan opzetten, maar dan samen te doen. En daar heb ik eigenlijk wel weer heel veel zin in.
Ik heb nu een poosje geen trainingen gegeven, omdat het persoonlijk en hier bij ons thuis even allemaal lastig was. Dus ik had de prioriteiten even ergens anders liggen. Maar ik ben langzamerhand weer dingen aan het opzetten en opbouwen. En een van de dingen is dus dat we data's aan het plannen zijn voor de Monster in Huis trainingen. Dus ik neem aan dat heel veel mensen daar heel erg blij mee zijn. Want ik krijg heel vaak allemaal berichten van, komt er nog één, komt er nog één. Nou, we moeten nog even kijken naar locaties en data's. Maar de ruwe data's is dat er dus 3 trainingen komen op 3 verschillende locaties. En dan eentje is er rond juni en eentje rond september en eentje november. Dus nou, ben je geïnteresseerd in deze trainingen, dan moet je mij op social media en via mijn website in de gaten houden. En dan ben je gewoon helemaal op de hoogte van de ontwikkelingen. Maar ik ga het dus samen met Barbara doen vanaf nu. Nou, dat even de ontwikkelingen van Als Hecht er niet vanzelf gaat. Ik ga nu maar de eerste vraag beantwoorden. Dankjewel voor alle emoties. Ik snap heel vaak de boze emoties niet. Dus ik hoop, als er iets is wat je denkt van het loopt niet lekker, vertel me dat ook. Dan heb ik eigenlijk gelijk de eerste vraag alweer beantwoord van een moeder. En die vraagt dus ook van wanneer geef je weer een training? Nou, dat heb ik dan nu beantwoord. Dus dat is mooi. Dus Jannie, ik hoop dat je kijkt. Ik denk, Nina, ik zie je er niet bij staan. Maar misschien zit je onder de oogjes die geen namen hebben. Eens even kijken. Nou, deze zijn binnengekomen naar aanleiding van mijn eerste video van vandaag. De eerste is van een moeder. Zij vraagt, Esther, een eenvoudig vraagje. Ik heb een dochter van 9. En mij is opgevallen bij het sporten, wat ze dus heel graag doet, dat ze nooit mee wil doen aan tikkertje. Ja, wel een hele mooie vraag. En ook niet bij schoolgym, weet ik nu. Is dat doordat zij dat als een aanval kan zien? Een aanraking waarvan ze niet weet waar en vluchten voor de tikker? Lees ik dat nou goed? Is dat doordat ze dat als een aanval kan zien, een aanraking waarvan ze niet weet waar en vluchten voor de tikker? Terwijl ze zelf ontzettend snel en een vechter is in stress, in spanning. Nou, ik weet niet helemaal duidelijk wat je hebt geschreven, sorry. Maar ik probeer de vraag te beantwoorden. Ik heb deze vraag eigenlijk nog nooit gesteld gekregen. Dus ik probeer even te bedenken wat ik dan aan je terug kan geven, zodat je er iets mee kan. Dus ik ben dan benieuwd van welk soort sporten lukt wel. Ik weet bijvoorbeeld bij mijn dochter, die heeft al heel lang paard gereden. Nou ja, sommige mensen vinden dat geen sport. Maar wat bijvoorbeeld bij haar totaal niet lukte, dat was teamsport of spelletjes. Mijn dochter heeft nooit echt, en ik weet ook niet hoe, oh ja, je dochter is 9. Ja, ik weet bijvoorbeeld bij mijn dochter, die snapte dat eigenlijk ook niet zo goed. Als jij natuurlijk geen goed inlevingsvermogen hebt en niet goed kunt intunen op de ander, dan begrijp je eigenlijk ook niet zo goed waarom die ander op je af wil rennen of waar je van weg moet rennen. Ik vind het eigenlijk wel een hele goede vraag. Ik had er nog niet echt over nagedacht, maar ik denk dat het gewoon heel onverwacht en onveilig voor jouw dochter zou kunnen voelen, waardoor zij denkt van nou, dit gaat me dus iets te ver. Dat ze dat gewoon geen fijn gevoel vindt. Ik weet dat mijn dochter het heel vaak ook gewoon niet snapte. Dus dan, wat bijvoorbeeld mijn zoon, heb ik nooit echt uit moeten leggen wat nou tikkertje is en hoe je dat dan moet doen. En mijn dochter had altijd zoiets van, hoe zit dat dan en hoe werkt dat dan? Dus Dus, en wat je ook schrijft zou ook natuurlijk wel waar kunnen zijn. Want vaak weten de moeders wel ook het eigen antwoord. Is dat ze het als een aanval kan zien. Ik denk wel, als ik het zo lees, dat ik denk van, tikkertje doen is eigenlijk heel erg, wegrennen of aanvallen. En als ze daar spanning bij opbouwt, is dat misschien voor haar, voelt dat voor haar niet fijn. Je kan dat natuurlijk wel met haar gaan oefenen. Ik weet niet of zij goed over haar gevoelens kan spreken. En of je het ook heel nodig vindt dat ze het gaat leren. En dan zou je dat bijvoorbeeld als moeder, zou je dat wel in het klein met elkaar kunnen gaan oefenen. Van hoe voelt het als ik jou achterna loop? Of hoe voelt het als je mij achterna loopt? Dus dat zijn wel dingen die je met haar zou kunnen doen. Van goh, dat je het met haar over hebt. En dat je het ook zelf gaat oefenen met haar. Of misschien heeft ze nog een broertje of zusje. Dat je het eerst met elkaar oefent en daarna met een broertje of een zusje erbij.
Dus dan zou je zo kunnen kijken van of je dat kan verbeteren. Ik weet dat mijn dochter, die heeft nooit echt spelletjes gesnapt. En helemaal niet op haar lagere school. Dus dan zag je meisjes wel het spelletje doen. En zij was meer een toeschouwer. En mijn dochter heeft ook een jaar gehockeyd. Nou, dat snapte ze gewoon niet echt. Dan ging hij ook te snel. En dat is natuurlijk ook aanvallen en terug. En invoelen. En voelen, waar staat de ander en waar sta ik. En dat zijn allemaal actiesystemen in het lijf van onze kinderen. Die heel vaak niet goed zijn ontwikkeld. Daar hebben ze gewoon extra veel last van. Ja, en als ze dan door de spanning richting reptiele brein schieten. Ja, dan kunnen ze dus niet meer logisch nadenken. En als je een teamsport hebt of een tikkertje spel. Dan moet je wel kunnen inschatten en verbinding kunnen maken. Dus ja, dat kan best zijn dat dat lastig voor haar is. Nou Mirjam, ik weet niet of je kijkt. Ik zie je niet. Dus ja, als je niet kijkt, kun je dus het antwoord terugvinden straks na de uitzending. Want ik ga hem ook downloaden, deze video. Ik ga eens even naar de volgende vraag. En die is van Bastien. En ik had gezien dat jij wel meekijkt. Ik vond het eigenlijk wel een bijzondere vraag. Bastienne vraagt mij, kan het zo zijn dat door een rootsreis naar je geboorteland deels de basisveiligheid weer afgenomen is? En hoe kunnen we daarbij helpen om het weer te verstevigen? Ik ben zelf natuurlijk geen expert op gebied van adoptie of pleeg. Nou, dit gaat natuurlijk dan over adoptie. Je adoptiekind neem ik aan. Ja, ik weet niet of je dan kan zeggen dat de basisveiligheid weer afgenomen is. Of dat er misschien iets overheen gekomen is wat weer weg moet. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n reis. Ik weet niet natuurlijk of je het met een zoon of een dochter hebt gedaan. En hoe oud je kind dan is. En hoe die reis op zich is geweest. Hè? Heb je daar een liefdevol warm avontuur beleefd? Of was het met heel veel informatie die moeilijk te verwerken was of verdrietig was om te verwerken. Dat kan ik hier natuurlijk niet uit aflezen. Misschien zeg je daar nog iets over. Nee. Het is wel zo als je op een gegeven moment hard gewerkt hebt om dat trauma te verwerken. Hè? Dus eigenlijk om het trauma, ik weet ook niet wat voor therapie je hebt gedaan om het trauma te herstellen bij je kind. Ik weet bijvoorbeeld als je neurofeedback doet of EMDR, dan zijn dat therapieën voor het helen van trauma. En dat is wel blijvend. Dus dan kan er misschien wel nieuwe onzekerheid of even een periode van een verminderde verbindenis. Het zal voelen, maar dat komt misschien omdat je zoon of je dochter nog zoveel moet. Oh, EMDR gehad. Oh ja, Bastienne schrijft, ik denk 10 jaar. Fijne reis en wel persoonlijke dingen gezien. Ja. En EMDR gehad. Ja. Nou, EMDR, daar wordt wel van gezegd dat als je daar, hè, dus het enkelvoudig trauma, als je dat behandeld hebt met EMDR, is dat wel voorgoed naar een ander stukje brein geplaatst. Dus dat is dan wel iets wat blijvend geheeld is. Ja, dus ik kan eigenlijk niet goed antwoord geven op je vraag. Ik probeer alleen maar even mijn gedachten met je te delen. En dan hoop ik dat je daar iets aan hebt. Ik weet ook niet of je nu alweer jaren terug bent. Of dat je er net bent geweest. Ik kan me best voorstellen dat als je met je zoon terugkomt. Dat hij nog heel veel dingen te verwerken heeft. En alles weer een plekje moet geven. En ik kan me ook zo voorstellen dat je als kind ook een beetje misschien loyaliteitsconflict hebt of schuldgevoelens. Ik weet dat natuurlijk niet goed. Ik weet wel bij mijn eigen dochter, zij wordt dan over een week 18. En zij heeft dus een vader die eigenlijk vlak na de geboorte verdwenen is. En dat was ook maar goed, want ik had heel veel huiselijk geweld en gevaar en drank en drugs. Maar zij heeft wel ook een aangegeven, dat doet ze eigenlijk al anderhalf jaar, dat ze wel haar vader wil ontmoeten. Dus ja, dat is dan niet echt adoptie, maar wel een adoptieverhaal van een rootsreis. Maar wel dat ik ben gaan zoeken naar hem. Van waar is die nu? En vind ik het goed om haar met hem in contact te brengen? En aan de ene kant denk ik dat het goed is om dan haar in contact te brengen met haar vader. Maar ja, wat gaat dat inderdaad met haar doen? Hè? Dan ben je in Nederland ben je zo hard bezig om dat trauma op allerlei manieren te helen.
En om als gezin recht overeind te staan bij toch wel soms heel lastig gedrag. En dan zou je haar in contact brengen met haar vader. Ik weet niet wat mij dat allemaal gaat brengen. Is dat heel helend? Of brengt het haar antwoorden waardoor ze kan groeien? Dat is altijd een beetje een risico. Moet je het daarom niet doen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk wel dat iedereen recht heeft op de roots. Hè? Hoe onveilig die roots ook waren. Dus ja, ik vind het een hele mooie vraag. Ik denk wel dat je daarna, nu je weer terug bent in Nederland, oh net terug inderdaad, ah ja, dan is alles natuurlijk nog heel erg vers. Dan heeft hij heel veel baat bij weer even hem aanspreken op de jongere leeftijd. Ik denk dat dat wel heel erg, maar dat zul je zelf misschien ook wel bedacht hebben, of misschien heb je dat wel ook bij hem gezien, dat ze dan een beetje teruggaan in hun emotionele leeftijd. Hè? Want het is, ik geloof dat jullie dat wel weten, je hebt natuurlijk verschillende leeftijden. Dus je hebt zeg maar de kalenderleeftijd, de emotionele leeftijd en de mentale leeftijd. En die zijn bij onze kinderen heel ver uit elkaar. Als ze nog helemaal geen behandeling hebben gehad voor hun hechtingsprobleem of trauma, kun je er gerust 2/3 afhalen. Hè? Dus als je dan een kalenderleeftijd hebt van 10, dan zitten ze op sommige momenten nog echt op 3-4-jarige leeftijd, emotioneel of mentaal. Dus het kan best zijn dat hij nu extra behoefte heeft aan hem aanspreken op jongere leeftijd. Nou, dat laat je natuurlijk niet zien dat je dat doet, want dat vindt hij dan natuurlijk niet stoer. Maar misschien heeft hij net iets meer behoefte aan even een beetje op een jongere manier aangehaald worden. En wat heel goed is om dat trauma en dat brein weer tot rust te brengen. Dat noem je de 6 R's van Bruce Perry. Dat is de up and down movement, repetitive en relational. Dus allemaal, ja, dat kunnen ook gewoon leuke, liefdevolle spelletjes zijn. Balspelletjes om dat brein weer tot rust te brengen. Ik hoop dat je zoiets hebt aan mij. Dat ik iets voor je kan betekenen door dit aan je terug te geven. Ik vraag me ook af, hè, nu jullie weer terug in Nederland zijn. Hallo, ik zie allemaal mensen binnenkomen. Avital, hallo. En Trace, hallo, goedemorgen. En Lilian, hallo, hallo allemaal. Wat leuk dat jullie kijken. Roos en heel veel mensen gaan alweer weg in de chat. Nou, super dat jullie allemaal kijken. Ik vraag me ook af, want ik neem aan dat die rootsreis, dat er nog georganiseerd iets was. Of je ook daarna nog iets hebt van een traject. Misschien door hem dingen te laten tekenen. Of bijvoorbeeld, wat ik altijd doe met mijn kinderen, is een moodboard maken. Hè, van, hoe ziet jouw wereld het aankomende jaar eruit? Wat wil je doen? Wat wil je laten? Wat wil je leren? Wat wil je ervaren? Dus misschien is het handig om dat ook op te pikken. En iets van een natraject te geven, dat hij nu ook nog dingen even kan verwerken op een juiste manier. Dat een beetje. Ik hoop dat ik je vraag zo goed heb beantwoord. En als je nog een aanvullende vraag hebt, Bastien, dan ga ik hem natuurlijk beantwoorden. Oké, super. Dan ga ik nu door naar de volgende vraag. Dat is een vraag van een ouder, een moeder. En zij zijn nu pleegouder. En ze hebben 2 zusjes in huis. En nu heeft het oudste meisje, als er hier iemand is geweest, bijvoorbeeld een vriendin van mijn dochter, die is 14. Nou, dat ze weggaat, dat ze heel erg gaat huilen. Hoe moeten wij hier dan op reageren? Dat is natuurlijk vraag 1. En ook iemand zoals die vriendin enorm claimen. Ik merk dat ik dit enorm moeilijk vind. En ik weet dan niet wat ik moet doen. Even kijken, een meisje van 5. En de dochter is, en de andere dochter is 14. Dus er zit ook een heel groot leeftijdsverschil in. Hoe moeten wij hierop reageren? Ja, ik vraag me af als ze huilt. Ik weet niet of je dat kunt herkennen bij je kind. Kan je zien aan het huilen of het huilen is vanuit manipuleren? Of is het huilen vanuit, misschien heeft zij wel heel veel moeite met vriendschappen en heeft jouw oudere dochter wel vriendschappen? Dan kan ik me dus voorstellen dat ze dat heel lastig vindt. Wat ik bijvoorbeeld wel zie bij mijn dochter,
ik heb dan een zoon van 14 en een dochter van bijna 18, is dat als mijn zoon hier vrienden thuis heeft, dat zij ook een beetje de neiging heeft om die vrienden te claimen. En dat is ook niet op een manier dat je denkt, goh, dat is nou echt charmant of handig. Onze kinderen zijn vaak gewoon heel onhandig in gedrag, in emoties, in het reguleren van emoties. En ja, wat ik dan zo van jou lees, is dat ze het gewoon allemaal lastig vinden. Dus als ze het huilen niet gebruikt vanuit manipulatie, hè, dus de situatie naar de hand zetten, zodat zij alle aandacht krijgt, maar dat het echt een soort huilen is van, misschien heeft zij geen vriendschappen en je oudere dochter wel. Misschien vindt ze dat toch lastig als dat meisje weggaat, dat ze last heeft met afscheid nemen. Hoe moeten wij hier dan op reageren? Ja, als het werkelijk is huilen omdat ze iets lastig vindt, ja, dan zou ik dat liefdevol benaderen. Als het is dat ze gaat huilen omdat ze de situatie naar de hand wil zetten, dan moet je eigenlijk op dat moment moet je dat gedrag eigenlijk negeren. Want dan probeert ze dus op dat moment de situatie naar de hand te zetten. En wat je ook schrijft over dat claimen, dat is gewoon grens aangeven. Want het is niet fijn voor je 14-jarige dat je jonge meisje van 5, want het leeftijdsverschil is natuurlijk veel te groot, en sowieso willen broertjes en zusjes natuurlijk niet dat er iemand bij komt spelen als ze zelf een vriendje of een vriendinnetje hebben. Dus dat is dan echt aan jou om ze uit elkaar te halen. En dat is gewoon lastig. Ik zie dat ook bij mijn dochter. Ik ga ook soms wel eens op pad dan met vrienden van mijn zoon en mijn dochter erbij. En dan, ja, dan doet ze gewoon onhandige dingen. Kijk, ik doorzie haar. Dus ik zie dat zij het spannend vindt om dan vriendjes van Jaden in haar nabijheid te hebben. En dan wil ze lief, leuk en gezien voelen. En dan gaat ze gewoon, ja, eigenlijk niet leeftijdsadequate dingen doen in haar gedrag. Nou, dat vriendje reageert daarop, want die vindt dat dan een soort van grappig, want die denkt van, goh, wat doet ze gek. En dan ervaart zij dat weer als aandacht, maar dat is geen goede aandacht. Dus ja, het zijn allemaal dingen waar wij als ouders met hechtingsproblemen mee te maken hebben. En sommige dingen zijn ook niet op te lossen. Mijn dochter zal dat gekke gedrag laten zien op dit, ja, in deze periode van haar leven, totdat ze dat stukje ook weer heeft geleerd en of dat ze daarin is gegroeid. Ik wil eigenlijk ook wel even zeggen dat onze kinderen moeten op zoveel punten extra leren en extra oefenen, dat je ook niet alles tegelijk kunt aanpakken. He, dus mijn kind is bijvoorbeeld nu heel erg met haar eindexamen bezig. Dus ja, dan heb ik meer empathie voor, oké, ja, dit stukje vriendschap met leeftijdsgenootjes is nog even lastig. Dus daar gaan we niet al te veel aandacht aan geven, want we kunnen niet alles tegelijkertijd repareren. Dus ja, misschien is het ook gewoon handig om te denken, oké, daar is ze niet zo goed in. Of nee, daar heb ik, zij heeft mij nodig om daar grenzen in aan gereikt te geven. Dat je ze dus echt gewoon letterlijk ook niet bij elkaar laat komen. Hè? Niet bij elkaar op de kamer. Of de een speelt boven, de ander speelt beneden. Of misschien kan je even een wandeling gaan maken met je meisje van 5. Als de andere vriendinnetjes boven aan het spelen zijn. Of een spelletje doen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is dat je laat zien, als het dus niet manipulerend gedrag is, dat het er mag zijn. En ja, 5 is misschien wel nog een beetje jong om dan te delen waarom ze het gedrag laat zien. Dus dat kan ze misschien niet zeggen. Nou, ik hoop dat ik... je hebt gereageerd, Evelien. Ja, is denk ik wel het afscheid nemen. Ja, dat, maar ja, dan is dus het huilen van je kind niet manipulerend. En dan is het handig als je daar empathisch naar kunt zijn. Wat ook altijd heel goed helpt, dat is dat paradox parenting. Ik noem dat altijd onopvoeden. Misschien kun je deze gebruiken. Wat je dan doet, als je weet dat als jouw oudere dochter een vriendinnetje heeft en gaat weg en je jongere dochter gaat huilen, dat je dat dan van tevoren aankondigt bij haar. Dus dan zeg je, oudste dochter gaat zo direct haar vriendinnetje naar de deur brengen. En ik weet dat jij dan altijd gaat huilen. Ze gaat zo weg. Heb je alvast je traantjes verzameld? Want dan kun je straks huilen. En
ik weet dat als ik het deel, dat heel veel moeders denken, nou, nah, dat is toch ook stom? Dat is toch niet aardig, dat is toch niet leuk? Maar het helpt echt. Het is vanuit Amerika ontwikkeld. Het heet dan Paradox Parenting. En ik heb dat geleerd ook van Nancy Thomas en Deborah Hay. Die behandelen heel veel getraumatiseerde kinderen eigenlijk over de heel Amerika. En zij passen dat ook toe. En wat je doet bij Paradox Parenting, dat je dan een win-win situatie creëert voor jou als ouder. Ten eerste, je geeft aan je kind al aan van ik weet wat er gaat gebeuren. Dus je geeft als het ware het balletje weer terug in de schoot van je kind. Dus op een gegeven moment krijg je kind van 5 weer de verantwoording terug van ah, mijn moeder weet dus dat ik ga huilen als mijn andere zus gedag gaat zeggen tegen het vriendinnetje. En zij weet dus dat ik ga huilen. Dus ze krijgt als het ware weer de keuze als ze dus weggaat van ik ga huilen of niet. Nou, als ze gaat huilen, dan zeg je, nou, dan ben je empathisch en dan geef je er een knuffel. En als ze niet huilt, dan kan je ook nog als grapje maken. Ik weet niet hoe jullie relatie in elkaar zit. Hè? Dus ik zeg altijd tips die ik je geef. Pick and choose. Misschien weet je helemaal niks. Moet je het vooral niet doen. Maar als je denkt van nou, dit past in mijn gezin en mijn manier van opvoeden. Dan wil ik je dit als tip meegeven. Dus je kunt zeggen van joh, hey, Truusje gaat zo direct naar huis. Ik weet dat jij dan altijd gaat huilen. Heb je je traantjes verzameld? Dan moet je wel straks huilen. Hè? Of als ze dan aan het huilen is. Dan zeg je, nou, volgens mij kan het nog een tandje... Tandje sterker, je mag echt best huilen als je verdriet hebt als er iemand weggaat. Maar doordat je dat al van tevoren aangeeft, dan kun je haar weer de verantwoording geven. Ga ik wel of ga ik niet huilen? Nou zeg je wel dat het echt het afscheid nemen zelf is. En Paradox Parenting is eigenlijk meer om retraining the brain van kinderen die het gebruiken om te manipuleren. Dus dat is wel even een afweging die ik er dan bij geef. Want als het echt verdriet is, dan heeft ze daar gewoon hulp bij nodig en niet de Paradox Parenting. Ik zie allemaal mensen binnenkomen. Hebben jullie ook vragen voor mij? Goedemorgen, José en Daf en Martine. De vragen hier. Oh, kijk, ik heb volgens mij heb Nancy nog. Even kijken. Nancy. Nancy heeft een opmerking over het tikkertje. Ik merk dat bij ons ook. Hè. Dus de vragen die ik net behandeld heb over het tikkertje zijn. Nancy vertelt, het is voor onze dochter lastig om de grens in het spel te bewaren. Ja, het tikken gaat over in duwen. En het ja, nou ja, goed. Het is goed dat je het zegt. Het tikken gaat over in duwen. Het lachen gaat over in gillen en schreeuwen. En dan snappen de andere kinderen eigenlijk niks meer van haar gedrag. En dan komen ze buiten spel te staan. Terwijl ze er dan al middenin zit. Ja, dus eigenlijk is dat tikkertje dan te prikkelopwekkend, hè? Dus dat zou het ook nog wel kunnen zijn. Dankjewel Nancy voor je bijdrage. Ik zag dat bij mijn dochter ook altijd. Ja, ten eerste snapte ze er nooit van. En ten tweede ging ze dan gelijk al helemaal ja, overreacten. En dat heeft natuurlijk te maken met dat onze kinderen breinen hebben die in overlevingsmodus staan, binnen het minste geringste. Je hebt de amygdala, dat is een soort van alarmknopje. Die staat eigenlijk te strak ingesteld. Dus bij het minste geringste schieten ze in reptielenbrein. Maar dat hoeft dus niet alleen maar negatief gedrag te zijn, maar ook bij positief gedrag. Als het te spannend is en te onvoorspelbaar en te onverwacht, zijn die breinen van onze kinderen niet goed afgesteld, waardoor ze dus eigenlijk neigen naar die overlevingsmodus. En dan gaan ze inderdaad van tikken naar duwen en van lachen naar gillen. Ja, heel herkenbaar. Dankjewel Nancy voor je bijdrage. Dus ik hoop dat het voor Mirjam dan ook nog duidelijker is geworden. En dan kun je denk ik ook zelf al een beetje bepalen wat je daarmee doet. Hè? Dus laat je kind een tikkertje doen en loopt het dan uit de hand. Nou, zij geeft in ieder geval zelf al aan dat ze het niet fijn vindt. Dus dat is eigenlijk ook wel een heel goed teken. Dat ze zegt, ja, ik vind het gewoon niet fijn om mee te doen aan een tikkertje. Dan kun je nu gewoon bedenken van ja, nee, het is gewoon voor haar te prikkel veroorzakend. Ze kan er gewoon niet zo goed mee omgaan. Ze geeft eigenlijk zelf aan dat ze het gewoon niet zo fijn vindt. Dus dat is nog even een toevoeging voor jou dan, Mirjam. Ik ga nog even kijken of er meer vragen komen in de chat. Nancy heeft nog een toevoeging. We merken nu dat als de groep te groot is, dat ze zelf al kiest om daar buiten te blijven. Dat kun je als ouder ook niet altijd oplossen. We proberen wel positief te stimuleren dat ze meedoet. Maar soms blokkeert ze gewoon. En dan gaat ze wat anders doen. Ja, eigenlijk moeten we dat als ouder ook gewoon respecteren. Hè? Als onze kinderen ergens niet aan mee willen doen. Of toch ervoor kiezen om gewoon hè, niet actief te worden.
Ik heb ook bij mijn dochter gezien dat zij, toen ze jong was, dat ze het altijd zo graag wilde. Ze wilde zo graag meedoen en ze wilde zo graag zijn als de rest. Maar ja, het lukte haar gewoon niet. En uiteindelijk is er gewoon qua sociaal netwerk nooit echt iets lekker opgebouwd. En dat vond ik als ouder echt heel pijnlijk, heel lastig. Maar doordat ik natuurlijk nooit heb opgegeven in therapieën, oplossingen en hulp voor mijn kind. Ze wordt dan nu bijna 18, maar nu zie ik dat ze langzamerhand haar dingetjes aan het oppikken is. Ze gaat nu met een vriendinnetje 2 keer in de week naar de sportschool. Er is nu een ander vriendinnetje die zei ook een keertje mee naar de sportschool. Dus ze vindt haar manier om toch weer op haar moment leermomentjes aan te pakken. En ik denk dat mijn dochter nooit echt een groepspersoon zal worden. Ze merkt ook dat ze daardoor gewoon te veel geprikkeld wordt. Ze raakt het overzicht kwijt en dan is ze eigenlijk verloren. Als ze ook wel uitgenodigd wordt op feestjes waar ze eigenlijk alleen maar de jarige Job kent en niet alle mensen eromheen, kiest ze daar nu zelf ook al voor van ja man, ik ga op een andere dag wel een cadeautje brengen, maar want dat lukt mij gewoon niet. Dat doet mij als ouder natuurlijk super veel pijn dat ze dat niet redt. Maar aan de andere kant, hoe am I? He, onze kinderen leven hun leven op hun manier, met hun normen en waarden en ontdekkingen en groei op hun momenten. En daardoor zijn ze soms onze mentor, hè, onze leraren van wie ben ik om te zeggen dat jij feestjes met meer mensen leuk moet vinden. Wie ben ik dat jij vindt, ik vond dat ze op een gegeven moment een teamsport moest doen. Dat vond ik goed voor de ontwikkeling en goed voor vriendschap. Maar ja, als het haar niet lukt en als ze eigenlijk door iedereen genegeerd wordt en iedereen vindt haar eigenlijk maar heel raar. Ja, wie ben ik om te zeggen je moet door blijven gaan. Dus dankjewel voor je bijdrage, Nancy. Even kijken of er nog meer vragen zijn. Ik scroll even over door. Lilian. Ja, ik heb niet echt heel veel meer informatie over dat Paradox Parenting. Ik deel het wel in mijn trainingen. En ik adviseer mensen erover. Ik kan het ook niet ergens vinden. Ik heb dit gewoon geleerd toen ik een week lang in Denver was bij Nancy Thomas, Lilian. En dat was eigenlijk therapie die ik iedereen zou aanraden. Ik was dan in Denver op een ranch. En daar heb ik een week lang eigenlijk geleefd met Nancy. Dus dan kun je zien hoe zij leeft met echte, heel erg getraumatiseerde kinderen. En wat voor dagindeling zij de dagen doorkomt. En daarnaast hadden we dan 3 tot 4 uur echte traumatherapie van een andere therapeut. Die dan ook die week bij Nancy in een van de appartementen zat. En zij heeft mij heel veel geleerd over paradox parenting. Dat zal ik anders eventjes, misschien kan ik er iets van een blog over schrijven. Met voorbeelden. Dus dankjewel voor je vraag. Hey Bernadette, je bent er toch nog bij vanaf nu. Goed zo. Was misschien de voetbalwedstrijd afgelast? Bernadette, je kunt hem later helemaal nakijken. Dus dan kun je ook het begin nog bekijken. Mijn dochter is ziek. Nou, wetenschap zijn volgens mij heel veel mensen ziek, Bernadette. Dit is Camilla en die zegt, goedemorgen Esther. Ten eerste wil ik je heel erg bedanken voor de filmpjes en tips. Dankjewel. En ik heb een vraagje betreft een woedeaanval. Ja, die vraag krijg ik natuurlijk heel vaak. Op dit moment gaat het wel goed met mijn zoon. Hij is 6, hij gaat naar speciaal onderwijs en thuis gaat het goed. Het enige probleem is de SPO. SPO, ja, dus dat is naschoolse opvang, hè. Heb ik weer een BSO, ja. Vind ik even. Ze heeft aanstaande vrijdag dan weer een gesprek met de opvang. Wat ik wel eens. Wat ze me doen. Het gaat dus over de woedeopvang. Natuurlijk is de bedoeling dat wij volwassenen aan doen om dit te voorkomen. Maar uit ervaring weet ik dat het soms anders gaat. Thuis lukt het gelukkig wel. Dankjewel voor je vraag. Nou ja, dat gaat dus over woede, de woedeaanvallen. Heel veel kinderen van ons, eigenlijk de meeste, hebben altijd externaliserend gedrag. Mijn kinderen hebben internaliserend gedrag. Dus dat is eigenlijk nog lastiger te herkennen. Maar externaliserend gedrag, ja, dat is vaak woedeaanvallen of de meltdowns, dat ze op de grond gaan liggen.
Ik krijg heel vaak de vraag van, ja, hoe gaan we daar dan mee om? Wat ik wel mooi vind aan jouw vraag en aan jouw toelichting is dat het op thuis goed gaat en op school goed gaat en bij die BSO niet. Ja, een vraag die in mij opkomt, ligt dat nou aan de BSO? Ligt dat aan je zoon of ligt dat aan iets anders? Ik kan me voorstellen dat het misschien ook best veel is, dat hij na school ook nog eens naar een opvang gaat. Misschien is dat een te lange dag voor hem. Misschien zou hij meer behoefte hebben aan bijvoorbeeld een oppas gewoon aan huis, dat hij in een veilige, prikkelarme omgeving is. Wacht. Dan hangt het er nog van af van wat voor mensen werken er op die BSO en voelt hij zich daar veilig. Want wie weet voelt hij zich net met zijn juf veilig. Misschien heeft hij een juf die zegt, wij gaan het samen doen, ik geloof in jou. Nou, dat is heel belangrijk voor onze kinderen. Maar op de BSO is natuurlijk altijd ja, verschillende mensen, verschillende verzorgers, verschillende kinderen. En misschien is dat wel net een tikje te lastig voor hem. Nou, nou weet ik natuurlijk dat iedereen doet wat hij kan. En ja, misschien moet hij gewoon naar de BSO en is daar geen variatie in mogelijk. En dan kun je misschien kijken van hoe veilig voelt hij zich daar. Misschien kun je kijken, is er één iemand die altijd aanwezig is als hij aanwezig is. En is dat, kan dat misschien een soort maatje van hem worden of een soort mentor dat als hij zich overprikkeld voelt of niet veilig voelt, dat hij weet van hé, er is één iemand die snapt hoe mijn brein werkt en ik kan naar diegene toe. Ik kan me echt voorstellen dat jouw zoon na een hele lange dag school juist behoefte heeft aan iets minder prikkel. En als dat niet mogelijk is om te kijken of je binnen die BSO iemand kan vinden dat hij daarbij kan schuilen. Dat hij daar zich veilig voelt. Of als hij zelf kan aangeven, joh, ik voel mijn woede naar boven komen. In Amerika, ik doe daar vrijwilligerswerk, dus ik ben daar teammember op Healing Heart Camps. Dat zijn kampen voor hele gezinnen, waarvan kinderen dus met hechtingsproblemen en volkinderlijk trauma in zitten ook. En wij leren daar als teammembers, leren wij ook de early signs te herkennen. Dus dat zijn de tekenen die een lijf van je zoon of dochter laat zien, voordat hij uit zijn of haar dak gaat. En het is te herkennen. Dus het ene kind krijgt bijvoorbeeld rode oren, of juist heel bleek, of ogen gaan in een bepaalde stand. Dus als jij kan zien van, hé, voordat hij uit zijn dak gaat, gaat hij bijvoorbeeld anders praten, of anders bewegen, of zijn kopje wordt een beetje bleek, of juist rode wangetjes. En als dat duidelijk is bij hem, dan zou je dat over kunnen brengen bij een BSO. En dan zeg je, joh, maar als je ziet dat er dat en dat bij hem gebeurt, dan zit er eigenlijk een arousal aan te komen, hè, dus een woedeval aan te komen, dat je hem daarvoor al bij je neemt. Dus dat je, ik noem maar wat, dat zag ik ook op het kamp van die kindertjes, die oren worden dan eerst gewoon helemaal knalrood. En het is per kind verschillend. En als je dan je kind, voordat hij uit zijn dak gaat, al bij je neemt, van, hé, ik zie dat jij... Dan hoef je niet te zeggen, ik zie dat je bijna een woedeval aankrijgt. Ik zie dat jij wel een glaasje water kan gebruiken. Of, we gaan samen even op de trampoline. Hè? Want als kinderen op het punt staan om uit hun dak te gaan, is up-and-down movement de allerbeste oplossing, therapie, wat je wil noemen, om weer tot rust te komen. We doen dat al met baby's. Als je voelt dat je baby of je jonge kind onrustig begint te worden, wat doe je dan gelijk? Je pakt hem op en je gaat op en neer bouncen. Maar jonge kinderen en lagere schoolkinderen en ook eigenlijk gewoon iets oudere kinderen, die voelen ook eerst die arousal. Dus die voelen ook die onrustigheid. Die kunnen opeens niet meer opletten. Maar ja, goed, het zijn grotere kinderen, dus die gaan niet oppakken en up and down movement doen. Dus die gaan op een gegeven moment, net als een jonge baby, als je die begint een beetje te pruttelen. Als je die laat liggen, dan is die binnen een paar minuten is die heel erg aan het gillen. Maar daarvoor heb je hem natuurlijk al lang opgepikt. En dan ga je hem up and down movement. Of dan ga je hem op en neer bouncen. Dat zouden we eigenlijk ook met oudere kinderen moeten doen. Nou, dan gaat dat natuurlijk niet met de arm. Maar dan kun je hem op een trampoline doen. Of een glaasje water laten drinken. Of een liedje laten zingen. Of een muziekje spelen. Dus dat je hem eigenlijk helpt to regulate his brain. Dus eigenlijk het reguleren van zijn brein. Nou, ik ga volgens mij nu enorm door op één vraag. Nou, ik hoop dat andere mensen daar ook iets aan hebben.
Want dat is eigenlijk wat in mij naar boven komt als ik lees dat hij woedeaanvallen krijgt op de PSO, maar niet thuis en niet op school. Dus dan op een of andere manier weet hij zijn brein te reguleren thuis, doordat hij de juiste hulp waarschijnlijk van zijn ouders krijgt, of op school, omdat hij de veiligheid, of omdat de juf hem op de juiste manier daarin begeleidt. Het gaat altijd om het reguleren van hun brein. Dus reguleren van stress en reguleren van hun emoties. Dus, nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt. Als je nog aanvullende vragen hebt, dan hoor ik het wel. Oh ja, buitenschoolsopvang. Sorry, ja, dat had ik moeten weten. Met je kind samen of zonder? Weet ik, Lilian vraagt met je kind samen of zonder? Ik weet even niet meer waar dat over gaat. Sorry. Misschien kan je dat nog even opnieuw neerzetten. Dan heb ik hier Bernadette. Oh, dat is een vraag. En dat gaat volgens mij over je dochter, hè? Oh, ik dacht dat ze echt ziek was, Bernadette. Oh, sorry. Bernadette heeft een vraag. Mijn 9-jarige Lotje wil niet meer naar school en is steeds ziek. En ik heb dat niet goed begrepen. Dus sorry voor de verkeerde interpretatie van je vraag. Je vertelt dus dat ze eigenlijk schoolziek is. Ze wil niet meer naar school. En dat ze alleen maar bij jou wil zijn. En je voelt je bent zelf ook niet veilig gehecht. En je weet eigenlijk niet goed hoe je daarmee om moet gaan. Ga je dus eigenlijk haar bij je houden? Of ga je haar toch naar school sturen en haar het gevoel geven dat je haar dan afwijst? Nou ja, je hebt in Nederland geen keus. Je kind moet naar school. Dus als het niet echt ziek is, dan moet het naar school. Of het nou onveilig gehecht is of niet. In Amerika weet ik dat heel veel mensen aan homeschooling doen. Uiteindelijk is dat het allerbeste voor je kind als het onveilig gehecht is. Maar omdat je zelf ook zegt dat je gewoon niet veilig gehecht bent, dan is dat natuurlijk helemaal geen goede combi. En dan gaat binnen de kortste keer helemaal fout. En je moet het ook maar kunnen. Dus, wat kan ik aan je vertellen? Je bent zelf in therapie, dus dat is een goede set. Ze moet gewoon naar school, of ze nou ziek is of niet. Maar daarbinnenin, zou je toch wat stappen kunnen onderzoeken. Ik weet niet of de school dichtbij is, maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, tijdens de lunch haal ik haar op. En gaat ze thuis eten. Dus dan heeft ze niet continu rooster, wat heel veel scholen hebben. Want vaak in de pauze gaat het met onze kinderen mis. Hè? Of ze maken gewoon zelf te veel foutjes. Of ze zijn gewoon het pispaaltje. Omdat ze gewoon door alles en iedereen gepest worden. Omdat ze het zichzelf niet kunnen verdedigen. Dus dat zou je bijvoorbeeld kunnen doen door, thuis lunchen. Ook je kind ophalen en brengen. Dus dat ze dus... Het stukje voor school en het stukje na school, dat ze gewoon weet dat er iemand is die er voor haar is. En heel goed in contact te gaan met de juf. En dan maar hopen dat de juf met je mee wil denken. Wat ook eigenlijk in mijn onderbuik naar boven komt, is dat je... ik zeg altijd in mijn trainingen... Het opvoeden van kinderen met hechtingsproblemen en vroegkindelijk trauma is topsport. Nou, wat doe je met een topsporter? Die kan dat ook niet alleen. Die doet ook een heel netwerk om zich heen verzamelen, zodat hij die topprestatie kan leveren. En dat voel ik eigenlijk ook een beetje bij jou. Als jij zo goed mogelijk voor je kind wil zorgen, dan kan je dat niet alleen. Dus kijk of je ik noemde dat altijd een dream team om je heen kan verzamelen. Ik had vroeger, in mijn hele heftige jaren, fantastische oppas, Maggie. Echt, dat voelde gewoon bijna als een dochter. Die heeft gewoon jarenlang met mijn gezin meegedraaid. Dus dat was ik echt heel erg in bevoorrecht. Zij wist ook dat mijn dochter eigenaardig was. En zij heeft dat altijd heel liefdevol en onvoorwaardelijk gedaan. En ze heeft heel veel dingen meegemaakt met haar. En daarnaast had ik om het weekend een logeeradres. En dat was mijn vader.
als ik die twee opties niet had gehad, dan weet ik zeker dat mijn huwelijk al lang op zijn gat had gelegen en dat ik al lang onderuit was gegaan en dat zij niet meer thuis had gewoond. Want je kunt het niet alleen. Het hangt er natuurlijk van af hoe heftig haar onveilige gehechtheid is. Maar ja, mijn dochter had als diagnose reactieve hechtingsstoornis. Dus dan heb je echt wel een zwaardere vorm van onveilige gehechtheid. Dan ga je niet alleen redden. Daar heb je echt hulp bij nodig. Mijn dochter is 2 jaar opgenomen geweest in dagbehandeling. Zodoende konden wij die 2 jaar een beetje doorkomen. Dus dat proef ik ook een beetje in jouw vraag. Dat het, you're in it over your head. Je gaat het niet alleen redden. En ja, onze kinderen moeten nou eenmaal naar school. Dus misschien is de school te veel prikkels. Of misschien kun je kijken of je goed contact kunt opbouwen met de juf. Of misschien toch een andere school. Alhoewel, ik heb alle scholen gezien. Dus dagbehandeling, speciaal basisonderwijs, gewoon onderwijs. Er is geen winning team. Weet je, je hebt altijd voordelen en nadelen bij elke keuze die je maakt. Ik hoop dat ik je vraag nu zo goed mogelijk heb beantwoord, Bernadette. Als je nog aanvullende vragen hebt, dan zie ik ze graag. Camilla vertelt, bij ons in de omgeving is er geen gespecialiseerde opvang voor kindjes. Moeilijk hè. Je hebt natuurlijk van die medische buitenschoolse opvang, die dan weten van diagnoses. Ja, ik zat ook eerder te denken om dan niet naar een BSO te gaan, maar bijvoorbeeld een oppas thuis. Dat je misschien een oma kunt vinden die bijvoorbeeld vroeger in de zorg heeft gezeten, of een ouder iemand. En die dat varkentje wel kan wassen, weet je wel, die niet uit balans raakt als je kind onaangepast gedrag laat zien, maar dat hij dus wel in die prikkelarme omgeving thuis is. Misschien zou je dat ooit, je kan het opperen in je netwerk of social media, dat je laat weten waar je naar op zoek bent of dat je deelt wat jouw kind nodig heeft. En misschien is er wel een hele liefdevolle vrouw of iemand die dat voor je kan doen. Ik weet, bij ons thuis in de buurt hebben we ook een aantal oppassen die dan gewoon na school die kinderen komen opvangen. En dan zijn ze gewoon thuis. Dus ja, moet wel kunnen. Dus ja. Nou, succes daarmee. Bernadette heeft nog een toevoeging. Ja, haar vader snapt haar ook niet. En ze is hoogbegaafd met Asperger trekken. Ja, dat maakt het eigenlijk alleen nog maar lastiger voor haar. Want als ze hoogbegaafd is, dan kan ze zich waarschijnlijk heel goed uitdrukken. En dan wordt ze waarschijnlijk constant overvraagd. Want dan laat ze haar intelligentie zien vanuit haar hoogbegaafdheid. Maar ze laat niet haar jongere emotionele en mentale leeftijd zien. Wat ik net ook al vertelde. Inderdaad, heel veel van onze kinderen zijn hartstikke slim. En dan is het voor leken heel moeilijk te snappen van, hè, maar ze is heel wel bespraakt en slim en ze vertelt slimme dingen. Maar ze heeft qua emotionele leeftijd en mentale leeftijd eigenlijk een hele andere aanpak nodig die veel lager ligt. En dat is juist zo verwarrend voor ons en onze kinderen om dat nou over te brengen. Gerja zie ik ook inmiddels. Hallo Gerja, wat leuk dat je ook meekijkt. Ik zie dus dat ik Camilla heb geholpen. Fijn. Ik hoop dat ik iets voor je heb kunnen betekenen. Lilian die vroeg een vraag over de week in Denver. Ja, ik was dus niet deze december, maar vorig jaar december was ik dus een week lang in Denver bij Nancy Thomas. En dat was met mijn dochter. En dat was eigenlijk omdat wij, een paar maanden daarvoor was ik mijn vader verloren. En ik heb natuurlijk net verteld over een dreamteam om je heen bouwen. Omdat het opvoeden van onze kinderen echt topsport is. En dat had ik allemaal gewoon goed geregeld voor ons gezin. En dan gaat opeens mijn vader binnen 8 weken dood. Ja, dat hele netwerk en ik en iedereen ging natuurlijk onderuit. Dus ik had opeens geen hulp meer, geen logeeradres. Mijn vader was naast het logeeradres ook nog eens mijn allergrootste fan, mijn allergrootste vriend. Ik wilde vroeger altijd met hem trouwen, zo gek was ik op hem. En dat had mijn dochter ook. Dus wij waren zo onderuit gegaan. En Nancy Thomas, die doet dus van die exclusives, heet dat geloof ik. Dan kan je dus een week lang bij haar in huis. Maar dat zat natuurlijk allemaal lang een bommetje vol. Maar er kwam
op een wonderbaarlijke wijze kwam er dus een week vrij. Toen had ze aan mij verteld, ik heb dan nog een week vrij. Kom je? Dus ik zei, nou, koste wat het kostte, kom. Dus ik ben daar toen een hele week met mijn dochter geweest. En dat zou ik ook echt iedereen gunnen. Ja, het is natuurlijk onmogelijk. Dus daarom ben ik ook echt bezig om die Healing Heart Camps naar Nederland te halen. Nou, het heeft allemaal enorme vertraging opgelopen. Omdat ik gewoon zelf in een periode terecht ben gekomen. Dat ik even alle aandacht voor mijn eigen gezin en mijn dochter nodig had. Maar als je een week lang met gelijkgestemden, dus met andere gezinnen, op één plek zit. En dan heb je in de ochtend les. En in de middag ga je met je kind bonding activities doen. Dat is volgens mij de beste healing therapy voor vroegkindelijk trauma. Voor ons als ouders, maar ook voor onze kinderen. Nou goed, in Denver was ik dus met mijn dochter. Dat was echt heel bijzonder. En wat ik ook geleerd heb in Denver en van Deborah en Nancy, is dat je in Nederland heb je heel vaak, weet je, ik noem het altijd de eilandjes manier van therapie. Dus ik ga daar naar therapie voor mijn stukje. Jesmin gaat daar naar therapie voor haar stukje. Nou, dan heb je nog misschien een stukje relatietherapie, want die staat ook bespringen. Oh, dan heb je nog de brusjestherapie en die is dan daar. Dus je bent allemaal op eilandjes ben je bezig. En dat doen ze dus in Amerika niet. Vond ik ook zo opmerkelijk, want we hadden dan elke dag 4 uur therapie. Dus het was dan tussen mij en Jesmin. Dat had eigenlijk het hele gezin moeten zijn, maar ik kon mijn man echt niet een week lang naar Amerika krijgen samen met mijn zoon. Maar alle therapie werd gezamenlijk gegeven. Dus als ik therapie krijg, zat Jesmin erbij en andersom. Ik vond dat echt mindblowing om dat te ervaren. Want ik dacht ook van, hé, maar is het wel oké als zij dat hoort? Nou, zegt ze veroorzaakt het toch. Mag ze toch zien wat het met jou doet? En wij hebben wel een beetje nog de mindset van, ja, nee, maar dat doen we daar en dat doen we daar. En dat doen ze dus daar in Amerika niet. Dus dat vond ik heel leerzaam. Veronica heeft een opmerking. Zij vertelt, flexiescholing mag je thuis onderwijs geven, waarbij het kind op school ingeschreven staat. Cool. Maar materialen krijg je van school, de lessen thuis. De lessen die op school kunnen, die mag je op school volgen. Er zijn mogelijkheden. Nou, dat is natuurlijk fijn voor Camilla. Nee, wie was het ook weer die moeite had met... Even kijken. Bernadette is volgens mij voor jou ook fijn om uit te zoeken. Of om naar te kijken. Want misschien hoef je niet zelf je kind onderwijs te geven. Maar misschien is er wel een juf die met onderwijs, met pensioen is en die dat bij je kind thuis wil doen. Het hoeft natuurlijk ook niet zelf gegeven te worden, maar misschien kun je daar een stukje PGB voor aanvragen. Ik weet het niet. Maar er zijn altijd mogelijkheden. Ik wil je ook altijd uitnodigen om, als je iets van mogelijkheden of situaties ziet waarvan je denkt, nee, dat gaat echt niet lukken. Denk dat niet, ga er gewoon voor. Ga gewoon kijken of je op creatieve manieren toch iets voor elkaar kan krijgen. Want als je op die manier leert denken, dan kom je gewoon verder. Ik zeg even kijken, Nancy heeft weer een opmerking voor Bernadette. Kan ze aangeven wat ze nodig heeft om wel weer naar school te gaan? Oh, goede vraag. We hebben bijvoorbeeld goede ervaring gehad met een soort kroellapje. Wat onze dochter in haar broekzak mocht houden. Ah, oh, wat goed van je. Dat hielp haar rustig te worden en denken aan thuis. Het bleef wel in haar broekzak, maar toch had ze iets waardoor ze dan toch kon aarden. Veel dingen werken echter wel tijdelijk. Je moet steeds weer iets nieuws bedenken. Ik vind het wel een hele goeie. Een kroellapje of misschien ook inderdaad iets anders wat je je kind kunt meegeven. Om het draadje, hè, het draadje met thuis of de verbinding met de moeder, met jou als moeder extra te voelen. Ik zit nu ook opeens te denken. Je hebt ook van die olietjes. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn vriendin die is heel erg in die olie van Young Living of zo. En dan geeft ze soms van die hele kleine flesjes mee aan kinderen. Een flesje met een geur wat bij je past. Dat zul je misschien even op internet kunnen zoeken. Maar dat je dat hele kleine flesje meegeeft in de broekzak. Je hebt soms van die hele kleine flesjes. Geef je mee in de broekzak. En als je kind zich vervelend voelt, dat ze even een druppeltje zo op de handen doet. En dan even ruiken. Bijvoorbeeld lavendel of sinaasappel. Een beetje lichtige geur. Maar zo'n, of een cool lapje met 1 of 2 druppeltjes van die olie erop. Want ik weet dat geuren. Ik zit ook aan een ander filmpje te denken. Dat was een filmpje van een baby. Die was heel erg aan het huilen. En toen hadden ze een t-shirtje erbij gelegd. Wat de geur van de moeder had. En de baby werd gelijk rustig.
Dus geuren van jou als gezin of als moeder, die werken dus ook heel goed. Dus misschien kan je dat ook ik deel zomaar wat dingen waarvan ik weet dat ze rust kunnen krijgen in hun lijf. Mario die zegt, wat een liefdevolle mensen heb je om je heen. Onze psycholoog zegt ons ook, it takes a village to raise a child. Dat vind ik heel mooi dat je dat zegt, Mario, want dat zeg ik ook altijd in mijn trainingen. It takes a village to raise a child. Nou moet ik wel zeggen dat mijn village heel erg uitgedund is, want sinds mijn vader is overleden is het toch wel heel lastig om, om mijn systeempje nog goed te draaien, want ik heb niet zo snel een andere liefdevolle plek waar mijn dochter regelmatig heen kan. Maar we hebben wel 17 jaar heel veel aan mijn vader gehad en hij ook aan ons, want hij vond mijn dochter heerlijk. Hij kon echt ook met zijn pretoogjes naar mijn kind kijken, zoals niemand dat kon. Hoe lastig ze ook was, dan kon hij echt zo naar haar kijken en ze wilde een lekker wijfie. Hè? Maar hij was Noord-Hollander, dus echt een beetje met dat Noord-Hollandse accent, een lekker wijfie. En met die sparkle in his eyes kon hij dan naar haar kijken. En soms hebben onze kinderen ook niet meer nodig dan dat. Dat probeer ik ook altijd in mijn trainingen te vertellen als het over de drie breinen gaat. Heel veel van onze kinderen kunnen onze knuffels niet aan, dat is te heftig. Maar een kleine aai over de bol of een klein knipoogje of even gewoon liefdevol naar ze lachen of glimlachen of kijk alleen maar enthousiast met je ogen. Dat is al zo belangrijk voor onze kinderen. Even kijken hoor. Mario zegt nog iets. Wat zijn jouw adviezen als je geen netwerk hebt? Wij lopen hier nu heel sterk tegenaan. We krijgen vanuit de gemeente wel al externe hulp aangeboden. Ja, ik weet vanuit mijn communities dat er zoveel ouders en vaak zijn het alleenstaande moeders gewoon geen goed netwerk hebben. En dan is het gewoon bijna niet te doen. Dan raak je overspannen in een burn-out en dan gaat je kind op een gegeven moment toch uit huis geplaatst worden. En dat maakt me altijd zo verdrietig. Mijn advies als je geen netwerk hebt, ja, dat is natuurlijk heel lastig. Ik zou wel gaan denken met out-of-the-box thinking. Dus probeer eens gekke dingen te doen als een post te plaatsen op Facebook. Of durf te delen dat je hulp nodig hebt. Hè? Want wij als ouders hebben ook wel vaak het idee van, nou, ik ga dat natuurlijk niet aan iedereen vertellen. Of ik moet dat toch zelf kunnen, want het is toch mijn kind. Nee, denk niet zo. Als je kind hechtingsproblemen hebt, heb je een dream team om je heen nodig. Heb je mensen om je heen nodig, want je kunt het niet alleen. En dat is tegelijkertijd ook het hele lastige. Dat zegt Bruce Perry ook, dus een hele bekende Amerikaanse trauma-expert. De westerse welvaart heeft ons welvaart gebracht, maar relationele armoede vaak. Want we zijn veel individueler gaan wonen. Vroeger woonden we allemaal bij onze clans. Dus hè, wat jij ook zegt, it takes a village to raise a child. Dat ging vroeger vanzelf. Alle families woonden bij elkaar, woonden heel vaak nog bij elkaar op het terrein of bij elkaar in het dorp of in de stad. Het doet me ook denken aan, ik ben in Aruba geweest om daar trainingen te geven. En dan was ik bij Marion. Zij is leerkracht en zij heeft zelf een zoon ook met hechtingsproblemen. Maar zij heeft een heel groot terrein midden op Aruba waar zij dan wonen. Maar zij heeft gewoon een huis gebouwd naast het huis van haar moeder. En aan de andere kant zat het huis van haar broer. En dan heeft ze nog een appartement dat ze dan verhuurt en daar zat ik dan in. Maar die hebben gewoon een groot stuk land en ja, je bouwt een huis als je op jezelf wil gaan wonen. En volgens mij was dat vroeger toen ook. Of vroeger was dat ook heel vaak. En nu, door de westerse welvaart, zijn we niet meer bij onze families gaan wonen. Ik woon bijvoorbeeld in Rotterdam. Mijn vader woonde in Alkmaar. Ik ben opgegroeid in Noord-Holland. De westerse welvaart heeft er ook voor gezorgd dat we grotere huizen hebben. Dus we vinden het al heel belangrijk als onze kinderen een eigen kamer hebben. Maar voor de hechting en de verbintenis is dat helemaal niet zo handig. En als je dan ook kijkt nog naar, hè, dat is een hele andere discussie hoor, de apparaten en de televisies en telefoons. Het zorgt er allemaal voor dat we alleen maar minder met elkaar aan het hechten zijn. En dat is heel slecht voor ons brein. Ik moet een beetje de tijd in de gaten houden, want we zijn al een uur verder. Dus jouw adviezen als je geen netwerk hebt. Nou,
probeer creatief te denken. Probeer daarin een risico te nemen. Dus probeer op een bepaalde manier of een post te plaatsen. Of gewoon een sms'je naar iemand te sturen. Of hoef je niet gelijk te zeggen dat het over jouw kind gaat. Maar dat je zegt, hulp gezocht bij. En dan, ik weet zeker dat er heel veel oudere mensen zijn die bijvoorbeeld al niet meer werken, maar wel in de zorg hebben gewerkt. En die dat nog hartstikke leuk vinden om één keer in de week een dagdeel met je kind op pad te gaan. Ik weet dat via de gemeente heb je ook van die maatjesprojecten. Dat je gewoon één keer in de week even ontlast wordt. Maar dat je kind ook tegelijkertijd het gevoel heeft, hé, er is nog iemand anders die moeite voor mij doet en die het fijn vindt om bij mij in de buurt te zijn. En dan kun je bijvoorbeeld ergens een kopje thee gaan drinken, hangt vanaf de leeftijd. Of je gaat lekker in een bos wandelen of een rondje lopen of fietsen. Maar dat je, weet je, je mindset openzet van, oké, als je in je eigen omgeving geen netwerk hebt, dat je dat toch op een of andere manier probeert te creëren. Misschien zijn er wel heel veel liefdevolle opa's en oma's die geen kleinkinderen hebben of kleinkinderen hebben en de relatie is verstoord en dat gewoon hartstikke fijn vinden om dat voor iemand anders te kunnen betekenen. Ik geloof echt dat er heel veel mensen met elkaar in contact gebracht kunnen worden en dat het een win-win situatie kan worden. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel durven en uiten en echt actief naar op zoek gaan. Even kijken. Ik ga nog even kijken of er nog vragen zijn, anders moet ik denk ik afronden. Jullie gaan ook altijd met elkaar in gesprek. Is ook altijd leuk om te zien. Hoi Kim. Kim kijkt mee. Monique kijkt mee. Ik ga even kijken of ik nog vragen kan vinden. Even kijken. Lilian heeft het over therapie. Tamara. Ik zie allemaal mensen die meekijken. Wat leuk dat jullie kijken. Erik kijkt mee. Hoi hoi. Welkom allemaal. Even kijken hoor. Ja, ik zit alleen even te kijken of ik vragen kan vinden. Bernadette die zegt, ik geef al jaren een knuffeltje mee. Dat hielp inderdaad. Maar wat geef je mee tegen een boos, geforceerde overspannetje? Oh, die vraag vind ik echt heel grappig. Ja, wat doe je daarmee? Die vind ik heel grappig. Ik zit even te denken of ik iets kan verzinnen. Zou ik niet weten. Ik heb zelf ook een jaar een juf gehad waarvan ik dacht, dat was in groep 7, dat ik dacht van, waarom is deze juf nog juf? Ze stond daar ook echt van, ik doe dit al 30 jaar, dus ik ga helemaal niet mezelf nog in wat voor diagnose ook verdiepen, want ik doe dit al 30 of 40 jaar en ik weet allemaal wat het moet en bla 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 bla. En als je hoort, als je dan hoorde wat voor opmerkingen zij daar de kinderen maakten. Nou, als volwassenen dat dan aan elkaar doen, dan word je aangeklaagd voor heel onaangepast gedrag, zeg maar. Maar een juf heeft natuurlijk best wel veel macht, vind ik, in een klas. Hè? En een juf kan een kind of een klas maken en breken. En als de juf boos en gefrustreerd en overspannen is, ja, wat doe je dan? Dat zou ik eigenlijk niet goed weten. Ik zou bijna zeggen, ga naar een andere school, maar dat doe je natuurlijk niet zo snel. Maar dat is inderdaad een probleem. Dat is inderdaad een probleem. Misschien naar de directrice gaan. En wat neem je mee? Misschien moet je de juf een druppeltje lavendelolie geven. Misschien is dat wat. Kijken. Ja, jullie zijn altijd elkaar ook altijd helemaal. Oh, dat zei Monique. Zeg dat ook. Een geurtje voor je overspannen juf. Ja. Weet je wat ik wel ook van mijn vriendin heb geleerd, die heel erg met Young Living bezig is? Er zijn ook etherische oliën die heel goed zijn voor het aarden van je zijn. En patchouli is er eentje van. Dat moet je kind natuurlijk wel lekker vinden. En je hebt ook vertiver. En dat is een geurtje. Dat is heel goed om jezelf te aarden. Dus misschien is dat iets voor je kind. Bernadette vertelt ook, ja, ik wilde mijn hulp al aanbieden in de klas, omdat ze te veel kids met rugzak heeft. En heb zelf ook opleiding kindercoach, maar of de juf dat wil, ja. Heel vaak willen juf dat helemaal niet, want dan geef je ze een gevoel dat ze het niet goed doen. Een juf is zo belangrijk op de lagere school, want je hebt natuurlijk maar één juf die de hele dag voor je klas staat. En als je een goede juf hebt, ik heb ook juffen bij mijn kinderen op school gehad, die was ik zo gek op. Maar toch op een of andere manier hebben die dat weer niet gered op de school. Hadden we juf Martine en juf Stephanie.
heerlijke meiden die gewoon op zo'n natuurlijke manier gewoon mooie jaren voor mijn kinderen hebben betekend. En ja, dat is gewoon met een overspannen, boze juf, heb je gewoon vette pech en dan moet je toch het jaar doorkomen. Dat is natuurlijk super lastig. En ik weet ook wel dat in die tijd dat mijn kind dan bij die ene juf zat die haar van school had gestuurd, heb ik ook, toen had ik inmiddels mijn e-book al geschreven, dus een e-book Monster in de Klas. Een heel klein boekje van 30 pagina's, wat ze best kunnen doorlezen. Ze heeft hem nooit gedownload, ze heeft hem nooit gelezen. Ik had op een gegeven moment ook het aanbod gedaan van, joh, ik heb iemand die heel veel weet over hechtingsproblematiek. Want ik dacht, nou ja, naar mij luistert niet, want ik ben toch maar een moeder. Dus joh, ik heb iemand die is expert, zou ik die langs laten komen? Dus hoeft ze ook niet ergens anders naartoe. Kan ze even wat uitleggen wat een getraumatiseerd brein doet en wat je daaraan kunt doen? Nee, dat was allemaal niet nodig, want dan was ze allemaal te druk voor. Toen dacht ik, oké, dus of 1 uur een keer luisteren naar iemand die weet van trauma. Of dag in dag uit lopen schreeuwen dat de kinderen niet goed zijn. En als je dat gedrag laat zien, dan wordt het een VMBO'tje. Weet je, dat soort opmerkingen had die juf. Ja, ze zijn er en je kunt er volgens mij als ouder niet veel aan doen. Eens even kijken. Dankjewel Monique dat je de andere ouders weer helpt met feedback. Allemaal mensen die meekijken. Hallo Ans. Michaela, mijn buurvrouw. Hallo. Eens even kijken. Ja, gewoon naar de directrice gaan. En ook gewoon, Mario, gewoon geen genoegen nemen met als iets niet goed gaat. En je zult geen favoriete moeder zijn. Want de favoriete moeder is natuurlijk de moeder die je niet ziet. Hè? Als je een juf hebt die je er eigenlijk niet zo zin in heeft, dan ben je al snel geen favoriete juf. Wat je wel kunt, geen favoriete moeder. Wat je wel kunt doen, dan zei ik altijd van, joh, dan kwam ik weer, hè, met iets aanbrengen of aanreiken of een gesprek aanvragen. Wat ik wel altijd in het begin deed, dat ik zei, ja, sorry, ik weet dat je helemaal gek van me wordt, maar ik kom gewoon voor mijn kind op en ik wil graag dit met je delen of dat of zus of zo. Dat je even aankondigt, ik begrijp dat je me niet leuk of irritant vindt, maar wel gewoon constant doorgaan. Ik ga gewoon constant door totdat ik vind wat ik zoek. En heel veel juffen en directrices zitten daar helemaal niet op te wachten. Dat weet ik ook gewoon inmiddels. Maar geef nooit op. Even kijken of ik nog vragen heb, anders ga ik het afronden, denk ik. Even kijken hoor. Ja, jullie zijn vooral nu onderling met elkaar aan het coachen. Echt helemaal super. Dat is ook precies waarom ik Facebook Live doe. Omdat het is niet dat ik het allemaal maar weet. Er zijn gewoon heel veel moeders die elkaar ook kunnen helpen. En die weer allemaal tips en tools hebben. Ik weet niet of jullie bekend zijn met mijn online communities. Ik heb er 2. 1 is heel groot. Dat is voor ouders en professionals. En dan heb ik een iets kleinere alleen voor de ouders. Als je het fijn vindt om daar onderdeel van te maken, dan kun je op Facebook kun je dat opzoeken. Moet je even, als het er niet vanzelf gaat. En dan komen er waarschijnlijk 2 boven. Moet je een lidmaatschapverzoek doen en dan voeg ik je toe. En dan kun je ook onderling allemaal vragen stellen. Er staan hele mooie posts heel vaak ook op. Van gedichtjes of boeken, tools, tips. En ook maar op moeilijke momenten kun je even helemaal van je afschrijven. Ik wil echt ook met Als Hechten Niet Vanzelf Gaat gewoon een community creëren. Dat we het niet meer alleen hoeven te doen. Dat was ook mijn reden om het op te starten. Ik heb nooit begrepen waarom ik in al die hele heftige, moeilijke jaren nooit een andere moeder heb kunnen vinden met dezelfde uitdaging in het leven. Het blijkt dus wel ook aan mijn meninglijst van meer dan 5000 man dat ik echt niet de enige ben met dezelfde, met dezelfde uitdagingen. En het is zo fijn om jullie nu allemaal ook weer te zien en dan het gevoel te hebben dat je er niet alleen voor staat. Het is gewoon hartstikke goed en heel belangrijk. Nou, ik denk dat ik het even zeg, dat ik hier alle vragen beantwoord. Ja, ik heb er nog wel een aantal, maar die zijn later binnengekomen. Ik wil het hierbij gaan afsluiten. Zoals ik al zei, binnenkort komen de nieuwe data's voor de Monster in Huis en Monster in de Klas trainingen. Dat ga ik vanaf nu doen in samenwerking met Barbara Polak. En we gaan even kijken of dat werkt voor ons en hoe we dit gaan vormgeven. Maar er komen weer nieuwe trainingen aan. Dus dan zou ik het natuurlijk geweldig vinden als jullie daar dan weer zijn. I keep you posted. En ik wens jullie allemaal een hele fijne zondag.
En als jullie nog aanvullende vragen hebben, als ik ze ergens tegenkom, ik copy-paste ze in een bestand en dan doe ik ze de volgende keer weer beantwoorden. Nou, ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben en tot volgende week vrijdag. Bye bye!